Jack de Gier is niet langer hoofdtrainer van NEC. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt. Het 4-0 verlies tegen Jong AZ was voor de clubleiding de aanleiding om afscheid te nemen van de oud-spits van de Nijmegenaren. Sinds de komst van de Gier als hoofdtrainer heeft NEC nooit enige rol van betekenis kunnen spelen in de strijd om de titel in de keukenkampioendivisie. Onder zijn leiding won NEC slechts 12 duels en verloor er 13. 9 wedstrijden eindigden in een gelijkspel.